komen bij Evert. Die slim. Geen vraag van Ben. De groep is blij dat ze te zijn voor die quiz over België. Luister goed. Er zijn telkens 5 vragen. Wie als eerste het juiste antwoord geeft, krijgt een punt. En op het einde tellen wij de punten op. En het winnende groep krijgt... Pak je friet! Nee, Robby. Als jij wint, dan krijg jij een potte mayonaise. Echte Belgische. Wij kunnen toch niet winnen met wat hier aan onze groep. Het is hier nog maar pas. Wat weet zijn al over België. Genoeg, Ben. Nog 1 opmerking en je kan in de gang op je eentje gaan quizzen. Oké, iedereen. Hier komt het eerste vraagje. Noem 3 echte Belgische producten. Frieten! Pralina! Chocolade! Bier! Suiker! Asperges! Rondjes! En keukenrol! Stop, stop, stop! De volgende groep krijgen een punt. De groep van Ben. Yeah! De groep van Robby. Yeah! En de groep van Evert. Yeah! Hier komt de volgende vraag. Om appeltaart te maken heb je verschillende producten nodig. Welke product begint met een K? Koekjesdeeg! Kippen! Kat! Kippenbouillon! Kaneel! Stop! Wie roept hier kaneel? Ik juf. Mijn mama gebruikt het vaak in de keuken. Schitterend! Dus toch een punt op Fatimira, hè Ben? Puur toeval, ik wou het ook net zeggen. Brief verteld over de advent. Een tijd van wachten en uitkijken. Ondertussen denkt Fatmira aan mama. Wachten en uitkijken, daar weet mama alles van. De quiz gaat nog even verder. Daarna steekt de juf de eerste kaars bij de adventskrans aan. Ze vertelt over de advent. Een tijd van wachten en uitkijken. Wat Mira denkt aan mama. Wachten en uitkijken, daar weet mama alles van. Vraagt jij ook een keertje thuis? Wat Mira, jij was zeker aan het dromen. Ik zoek nog mama's en papa's die willen komen koken op ons kerstfeestje. Voor wie die werkt, is dat natuurlijk moeilijk. Mijn mama, ze kan trouwens super goed koken. Toch een Turks eten, hè? Al die kruiden. Ja, pikant zou iets goeds voor jou zijn, Hebben. Daar ga je van stolen. En dan ga je Jill kapsel helemaal plat. Werk, 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 werk. Je bent net een barkent. Hey, ik bedoel dat schaffel. Ik weet het, Lena. Ik moet wel vaker zulke grapjes horen. Bedoel je Ben? Werk, werk, werk. Wat bedoelt u ermee? Wel, mijn mama is verpleegster. Ze moet vandaag gaan praten met de directeur van het ziekenhuis. Als ik nu op de juiste tegel eindig, kan ze binnenkort misschien aan het werk. Maar als die mama geen werk heeft, kan ze toch komen koken in de klas niet? Ja, baklava, man, 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 dat was lekker. Je verandert nog eens in een verschrikkelijk snoepmonster. Ja, dan eet ik alle kindjes op die niet van kruiden houden met huid en haar. Werk! We zullen beter meegaan of haar mama echt werk heeft. Dring, dring. Wat een kabaal, zeg. Dat zijn allemaal vrienden van mijn klas en nu willen ze weten hoe het gegaan is in het ziekenhuis. Oh, dat... De directeur van het ziekenhuis heeft mijn diploma bekeken, maar die was niet goed. Maar je hebt toch al gewerkt, mama? Ik weet het, meisje, maar dat is blijkbaar niet voldoende. Daarbij zocht iemand voor hele dagen. Voorlopig zoek ik even geen werk meer. Dus kunt u dan komen koken op het kerstfeestje? Ik heb de indruk dat jij mijn baklava van vorig jaar nog niet vergeten bent. Zeker niet, mevrouw. Wel, dan denk je dat er op jullie feestje baklava op mijn menu zal staan. Een appeltaart, mama? Zeg, het is toch niet de bedoeling dat ik voor heel de school kook. Daarbij weten jullie eigenlijk wat appeltaart zo lekker maakt. Kaneel!